Officieel ben ik met pensioen. Ja. En dan ben ik in het onderwijs, ik denk 45 jaar. Ik ben begonnen in Amsterdam op het LHNO. Eigenlijk kun je zeggen, ik ben van het lager beroepsonderwijs, LHNO en LTS, naar het middelbaar beroepsonderwijs gegaan. En van het middelbaar beroepsonderwijs ben ik daarna nu naar het hoger beroepsonderwijs gegaan. Dus ik heb de hele beroepskolom, zeg maar, gehad. Ik deed eerst toneelschool. Op advies van een paar mensen heb ik geen kleinkunstacademie gedaan, maar ben ik een dramaopleiding gaan doen, dus de docentenopleiding. En daarnaast toch, ja, voor de zekerheid ben ik Nederlands gaan doen, want ik vond Nederlands prachtig. Ik ben dus eigenlijk een beetje blijven hangen in het docentschap Nederlands. Dus het is geen keuze geweest, het is zo gelopen en uiteindelijk heb ik nooit een keuze voor iets anders gemaakt. Ja. In het mbo heb ik langzamerhand ging ik trainingen geven aan collega's, werd ik schoolopleider voor de hogeschool, ging ik coördinatie doen van de beroepspraktijkvorming van de stages dus. Je krijgt er wat andere taken bij, sectievoorzitter, dus, en dat maakt het wel afwisselend. Ja. Wat leerlingen over mij vertellen en wat studenten over me zeggen, ik reageer heel snel. Afspraak is afspraak. Ik ben hopelijk, en dat vinden ze ook wel, transparant in wat ik doe en waar ik. Ze vinden me ook af en toe best wel chaotisch. Dat vinden sommigen heel prettig. Het enthousiasme is heel prettig. Dat vinden ze. Hou, avondcolleges zijn geen punt voor de studenten. Hè, word je lekker wakker van. Dus, en ik hou, en ze vinden het heel praktijkgericht, studenten nu. Ja. Dat vind ik belangrijk. Ja. Je kunt mij er altijd bij hebben. Ik ben heel snel in ideeën, in wat er gedaan moet worden. Ik zal ook altijd dingen goed uitvoeren. Ik ben een doener. Ongeveer hetzelfde wat studenten en leerlingen van me vinden. Enthousiast doen en afspraak is afspraak. Ja. Maar ik wil niet zeggen dat ik door de werkdruk af en toe gewoon behoorlijk over de kop ben gegaan. Toch wel een keer. Oh, okay. Drie. Ja. Dus dat vind ik wel natuurlijk. Nou ja, het is toch dat je tegen die, met name, daar noemde ik het ook als eerste, die interne druk. Ja. Van ik wil en ik vind alles belangrijk en die taak. Oh, vind je het leuk om, en je management zegt, vind je het leuk om dat te doen? Ja, dat ga ik ook doen. Dat vind ik belangrijk. En ik word gezien, weet je wel, dat soort malle notaties. Dus dan heb je een heleboel van dat soort taakjes op je geladen. En op een gegeven moment manage je dat niet meer. Omdat je kennelijk vindt dat je het allemaal moet doen en hard moet lopen. Nou ja, dus dan ga ik wel 2-3 keer, donder ik in diezelfde valkuil. Dus dat moet je wel langzamerhand mee leren als collega zeggen van, Anton, ga eens, doe eens rustig. Of thuis, je partner. En ik ontkende altijd natuurlijk, die 3 keer, als het 3 keer was, maar dat is het zeker wel geweest. Nee, ga ik mee, prima. En dan een masker op, en op een gegeven moment denk je, ik ben nou wel heel erg verkouden, maar je bent helemaal niet verkouden, ik ben gewoon zwaar overspannen. Dus luister naar je omgeving, collega's en thuis. En dan voorkom je de valkuil. En ik denk dat een van de belangrijke dingen is om het vol te houden. Toch, het is een hele gekke balans, realiseer ik me. De dingen die je uitdagen om die op te pakken. Bijblijven, successen vieren, willen verbeteren. Bij de tijd blijven ook. Luisteren naar leerlingen, naar je collega's. Om zaken te voorkomen, ook naar thuis en zo. En dat zijn dan ingrediënten van het geheim. Ja. Dat is geen geheim. Niet alles zelf uitvogelen. Er zijn een starter moet een ervaren docent naast zich hebben. Het moet gewoon iemand naast hem of haar hebben. En niet denken van, een beetje stom als ik het aan hem of haar ga vragen. Ja.
Gewoon, je zeurt niet, dus zeur. Ik bedoel, vragen. Elke week een uurtje met elkaar praten. En wat ik ook belangrijk vind is, merk ik ook met studenten, je moet niks, maar ik wil, en dat heeft een ideaal schetsen, en dan kun je roepen van, ja, maar er is geen geld voor, er is geen tijd voor, het lokaal is te klein, al dat soort dingen. Oké, maar dit is mijn ideaal, maar hoe kan ik nou zo dicht mogelijk bij het ideaal komen? Ja. Wat kan ik dan wel doen? Weet ik niet wat de beste tip is geweest. Ik heb het gevoel dat ik een heleboel dingen zelf heb moeten uitvogelen. Toen ik daar begon op het LHNO, ik gaf het een dramatische expressie. En niemand kon mij daarin raden, dus ik heb het echt daar zelf uitgezocht. Met vallen en opstaan, ja. Het leuk vinden om mensen verder te helpen. Of het nou gaat om wiskunde, of om aardrijkskunde, of om verkoopkunde, maakt niet uit. Je wilt mensen binnen een beroep een stap verder helpen. Weet wat het beroep vraagt, wat er in de beroepscontext allemaal speelt, dat is beter. En dat binnen jouw vak overdragen. En het leuk vind dat mensen daar een stukje beter in worden. Ik denk dat ze niet meteen zo'n vol rooster moeten nemen, hebben, krijgen. Er komt zoveel op je af dat je dat moet verwerken. En daar denk ik dat het goed is om als de starters van een school met elkaar een intervisiegroep gaan vormen. Eerst, als je nog binnen 3 jaar opnieuw op deze school en je bent een echte starter, dan hebben jullie een verplichte intervisiegroep. Lijkt me helemaal niet zo gek. Ja, ik denk dat uren om dat te doen, intervisie, en om overleg te voeren met je begeleider, ja, dat die toch wezenlijk zijn. Ja.